Wat allemaal gebeurt hier is dat wij als Diergaarde Blijdorp ons masterplan 2050 hebben gepresenteerd onlangs. En wat daar heel belangrijk in is, is dat we veel meer impact willen maken op het gebied van natuurbehoud. Op de plekken waar dat het meest hard nodig is. Zoals hier in Bonaire. En ja, daar is Blijdorp meer een middel in om een hoger doel, zoals hier in Bonaire, te bereiken. Dus dat is hartstikke mooi en dat gaan we met elkaar doen. En het doel daarvan is ja, dat die natuur gezonder wordt. Zowel op het land als in de zee. En hier in de zee zijn we al eigenlijk begonnen met het project Roffa Reefs. Super gaaf dat we dat kunnen doen hier. En de bedoeling is dat we nog verder in de Cariben dat gaan uitrollen. Maar dit is een heel mooi begin. En daarin werken we samen met Wereld Natuurfonds, met Piscabon, met DCNA, met Stinapa en met Dive Friends. En juist die samenwerking om dat samen te doen is heel erg gaaf. Want samen kom je het verste. En ik denk dat het heel goed is om dat lokaal ook geborgd te krijgen. We doen het samen met de mensen hier. En dan is het succes daar het grootste. Het belangrijkste wat we willen bereiken hier is eigenlijk natuurherstel. Dus dat de natuur gezonder wordt. En met Roffa Reefs betekent dat een systeem om vissen te kweken, waardoor die visstand opgebouwd wordt. Maar ook daarmee beschermen we eigenlijk ook het koraal. Dus dan zijn het eigenlijk mes snijdt aan twee kanten. Ja, we zijn al 1,5 jaar bezig hier op het eiland. En wat je achter je ziet is een echt geavanceerd kweeksysteem. Is eigenlijk uitgevonden door Sander van Lopik, onze aquarist, in Diergaarde Blijdorp. Dus in Rotterdam begonnen. En nu gaan we dat hier in Bonaire succesvol maken. Ja, er is eigenlijk al heel veel gelukt, veel vorderingen gemaakt en veel stappen gezet. Er moet ook nog veel meer gebeuren. Maar de eerste successen zijn er eigenlijk al. En daar gaat Sander dadelijk veel meer over vertellen in detail. Maar je ziet dat we echt stappen maken de goede kant op. Nu werken er eigenlijk 3 mensen op dit project. We hebben Sander van Lopik, de aquarist en eigenlijk de geestelijk vader van dit mooie systeem. En Tim van Wagensveld wordt eigenlijk de manager die het hele gebeuren hier op Bonaire, de hub, onze hub op Bonaire, want daar spreken we eigenlijk over, die dat moet gaan managen. Dus alles wat erbij komt kijken als het gaat om samenwerking en nadenken over wat de volgende stappen zouden moeten zijn en met wie we die volgende stappen zouden moeten zetten, ja, dat ligt bij Tim. Hè, zodat Sander volledig in zijn kracht zich kan richten op die doorontwikkeling van het systeem en kijken hoe dat verder uitgerold kan worden. En dan hebben we ook nog Tamara. Die veel met de data bezig is om te kijken, eigenlijk de onderzoekskant van het verhaal, om die goed te borgen en in kaart te brengen. Want ook dat is mooi om eigenlijk te vertellen dat, ja, dat het hele project gaat natuurlijk over natuurherstel, maar daar komt heel veel onderzoek bij kijken. Om goed te weten wat je aan het doen bent en wat je nog moet doen om het nog beter te krijgen. We zijn met Roffa Reefs hier in de zee begonnen, maar uiteindelijk willen we breder in de Cariben impact maken.